3 minuten nummer 1536 met een uitzending voor vandaag, 29 januari 2019. Nog steeds een beetje schor. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag heb ik niet veel energie om in de uitzending te stoppen. Ik was heel vroeg al aan het werk en dat was pas om 5 uur klaar. En ik denk vanuit, ik kom niet zoveel van terecht. Maar ik heb toch wel een aardige uitzending die ook nog flink lang duurt ook. Ik heb vandaag nog een keer het programma Media Mix dat eergisteravond werd uitgezonden. Dat gaat dit keer in zijn geheel over het fenomeen radio. Het streven is om in 2019 zoveel mogelijk aandacht aan het fenomeen radio te besteden. Ik heb vandaag, als het goed gaat, ook data, hoewel ik gezien de tijd die er nu nog is, een beetje twijfel of dat wel gaat lukken. Maar goed, je zult wel zien wat het is en of het lukt. Het is in elk geval in FL Digi en RXID rechtsbovenaan moet aanstaan. Ik begin rond de 1500 hertz. Het is helemaal aan het eind van de uitzending, zoals altijd. Ik heb trouwens dankzij Ron, SWL Ron moet ik zeggen. Ik mag me niet verspreken deze uitzending. Ik begin even opnieuw. Ik heb trouwens dankzij Ron, Ik heb trouwens dankzij SWL Ron, die af en toe bijdrage levert op het chatkanaal, een versie van WinDRM. Daarmee kunnen we dus nu ook smalband audio gaan experimenteren in die modus, of met smalband audio. Het blijkt dat Channel 292 geen uitzendingen in omroep DRM aanbiedt. Ik zal dus terecht moeten in Moosbroen in Sofia in Bulgarije, in Noratus in Armenië of in Nauen bij Berlijn als ik in dit deel van de wereld zo'n uitzending wil doen. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Ik wil dat wel een of enkele keren doen, maar dan moeten er ook mensen zijn, inclusief mijzelf, die het kunnen ontvangen. Ja, we beginnen vandaag met een grappig fragment van ongeveer 3 minuten. Dat is in het Engels. De rest van de uitzending is in het Nederlands. Dat uit de eerste aflevering van de podcast Hackable van het bedrijf McAfee komt. Wifi diefstal en kittens. Het gaat over een eigenaar van een klein internetbedrijf in de UK. Die ontdekt dat zijn buren zonder zijn toestemming meeliften op de wifi aansluiting bij hem thuis. Hij besluit een leuk spelletje met zijn buren uit te halen. Meteen naar dit fragment heb ik enkele nieuwsberichten. Die zijn zoals gezegd in het Nederlands en de verdere rest van de uitzending is dat ook. I'm Pete Stevens. I'm director of a small ISP. And at one point I discovered that the people in the house next door were using my Wi-Fi access point. I thought this was a little bit rude of my neighbours. Basically, I just thought, what would be the funniest thing I can do? So I thought I would mess with their connection. Every Wi-Fi device has a little identifier in it that says who it is. So I built a list of my Wi-Fi devices that were allowed to access the internet properly, and every guest device, which would include my neighbours. I then told my Wi-Fi point to redirect my neighbours. So when they typed in a website, they would instead get something of my choosing. This is a classic man-in-the-middle attack where I get to redirect their traffic. And the first destination I chose to redirect their traffic to the website kittenwar.com. If you don't know, Kitten War is a great website, which is what the internet was invented for, which is distributing pictures of kittens. And it gives you a choice of 2 kittens, and you have to click on the more attractive kitten. And that was the only thing their internet connection could do from that moment on. Just pick kittens. Redirecting to kittens was the first thing I did. And whilst it was quite entertaining, my neighbours very quickly got bored and stopped using the internet through my Wi-Fi access point. So I thought it would be much funnier to do something a bit more subtle that would keep them using the access point for a while, but just frustrate them. So the first thing I did was I put a nice little redirection process in where every time you requested a picture from the internet, instead of giving you the picture directly, it would turn it upside down and then give it to you. And the result of this is everything on the internet appears to be upside down. Another old variant on that I then did, which I think was even more annoying, because it took every single picture on the internet and just made it very, very blurry, as if you're monitor was out of focus. And obviously it doesn't matter what you do with the focus controls on your monitor, you can never put it back into focus because I've corrupted the original image. I could see traffic passing through the access point and I could see them using Google searching for all the images are upside down. What is wrong with my computer? Have I got a virus?
And obviously there was absolutely nothing wrong with their computer. It was just all of their internet traffic was being intercepted and modified without their control or knowledge. My neighbours continued to use my internet for a couple of weeks until they eventually got their own internet installed. Once I'd done this myself, I thought it would be a fun thing to write up and explain to everyone else what I'd done. And it's great because a lot of other people have read it and emailed me about it. Possibly the nicest email I ever received was from the guy who runs the website kittenwar.com, who had many, many people contact him complaining that he'd hacked their internet connections and all they could see was pictures of kittens. And he would always have to go back to them and explain that maybe if they stopped stealing Wi-Fi, all their computer problems would go away. So a lot of other people have deployed exactly the same thing. De initiatiefnemers van de petitie en de actie AccessFro moet blijven overwegen om zelf een alternatief voor AccessFro te gaan opzetten, met alle goede dingen van AccessFro daarin. Ze zijn daarover al aan het praten met enkele grote providers. Tijdens een bijeenkomst vorige week donderdag in De Waag in Amsterdam, een plek waar veel op het gebied van online cultuur gebeurt, is aan KPN voorgesteld om AccessFro van het bedrijf over te kopen. KPN wilde dat niet omdat het bedrijf zogezegd niet wil meewerken aan het opzetten van een concurrent voor zichzelf. Het is waarschijnlijk dat de nieuwe provider via de kabelinfrastructuur gaat werken. AccessFro, dat nu 220.000 klanten kent, raakt in de afgelopen jaren 60.000 klanten kwijt aan Ziggo, omdat via de kabelinfrastructuur waar Ziggo gebruik van maakt, beduidend hogere snelheden mogelijk zijn. Een deel van deze klanten zou graag naar AccessFro terug willen keren, omdat ze, zoals initiatiefneemster van zowel de petitie als het alternatief, Kirsten Verdel, zegt, dat ze tegen heug en meug vertrokken zijn. De petitie voor behoud van AccessFro is op dit moment, 29 januari 2019, 17:15 s'avonds, op ruim 300 ondertekeningen na, 50.000 maal ondertekend. KPN houdt overigens vast aan het plan om de naam AccessFro te laten verdwijnen en een deel van het personeel naar huis te sturen. Volgens insiders hield KPN Telecom er rekening mee dat 5% van de klanten AccessFro de rug zou toekeren bij zo'n verandering. Met het aantal ondertekenaars van de petitie van dit moment zal dat ongetwijfeld substantieel meer zijn. Ja, er is momenteel veel te doen over het zogenaamde 5G Space Appeal. Dat is een petitie waarmee een aantal mensen wereldwijd willen voorkomen dat het 5G-netwerk voor mobiele data wordt uitgerold, omdat die technologie veel gevaarlijker zou zijn dan de andere mobiele datanetwerken. Iets wat in Nederland ook over UMTS beweerd is trouwens. Even overnieuw, iets wat ook over UMTS een jaar of 10 geleden in Nederland beweerd werd. Een hoop van de claims waarop men zich baseert zijn op zijn minst deels onjuist. Misschien dat ik er in een later onderwerp nog een keer op terugkom. Ja, en dan nog een kort bericht uit de Verenigde Staten. Nu de shutdown van de overheid in de pauzetoetsstaat heeft FCC in de VS haar werkzaamheden hervat. Er worden inmiddels na meer dan een maand stilstand dus weer amateurvergunningen uitgegeven. Denk nog even aan de D-Star-ronde vanavond. Die vindt plaats vanaf 8:30 op bijna alle D-Star-repeaters van Nederland. En ook op de site van Frans, PD4, Fox, Mike, Juliet. Website is pd4fmj.nl. En rechtsbovenaan, daar heb je de D-Star-player en daar kun je luisteren met een seconde of 30 vertraging. Elke zondagavond van 10 tot 11, Mediamix met Wim Sonderland. Ja, en de Media Mix is, zoals je weet, het programma over media, communicatie en wetenschap hier elke zondagavond van 10 tot 11 op Den Haag FM. We beginnen altijd met de mediamomenten en dat doen we dus ook vanavond. NPO Radio 2 heeft in de periode november-december 2018 het record marktaandeel van vorig jaar overtroffen door 1% beter te scoren tot 16,9%. En volgens de NPO is de zender met een gemiddeld luisteraandeel van 12,7% de best beluisterde zender van vorig jaar. En het is het hoogste cijfer sinds 1992, het jaar waarin de commerciële radio opkwam. De zenders van Talpa Radio, de commerciële zenders, hebben het hoogste marktaandeel sinds de oprichting behaald. En dit blijkt uit de luistercijfers die deze week gepubliceerd zijn. In de doelgroep 10+ scoren de zenders een marktaandeel van 33,7%. En bij de lancering van Talpa Radio in 2017 was dit nog maar 31,4%. De groei komt vooral voor rekening van Sky Radio en Radio 10.
En er was er nog wat, want honderden fotojournalisten legden afgelopen vrijdag de camera neer en leverden geen nieuwsfoto's. Ze voerden actie omdat ze vinden dat ze te weinig betaald krijgen. In Den Haag verzamelden de fotografen zich bij het kantoor van ANP Hollandse Hoogte, een van de grootste opdrachtgevers voor nieuwsfoto's. De fotografen boden directeur Martijn Bennes een brief aan. Ze eisen een tariefsverhoging van 14% als compensatie voor de gestegen kosten sinds 2010. Ook willen ze dat uitgevers de prijzen die ze betalen voor online foto's gelijk trekken met die voor afgedrukt beeld. En tot slot moeten fotografen meer zeggenschap krijgen over hun auteursrecht. Dan gaan we naar de inhoud van Mediamix voor vanavond. En we besteden vanavond aandacht aan Forever Radio. Forever Radio is opgericht om partijen te stimuleren dit jaar zoveel mogelijk aandacht aan radio te schenken. In verband met 100 jaar radio natuurlijk, hè. We praten met projectcoördinator Kees Toering van Forever Radio. En Kees is onder meer de bedenker van de top 2000 die afgelopen december NPO Radio 2 weer een boost heeft gegeven. En uiteraard gaan we van Kees ook horen wat de laatste plannen zijn rond het thema 100 jaar radio. Verder hoor je Kees natuurlijk met zijn hoogtepunt uit het medianieuws. Je hoort Marco natuurlijk straks met de mediaagenda en de rubriek ADO in de media. Je luistert naar Mediamix hier op Den Haag FM. En als er nieuws is rond de explosie en het bevrijden van de persoon die nu nog onder het puin ligt, dan gaan we uiteraard dat eventjes vertellen in deze uitzending. Tot 11 uur zijn we hier live bij je op Den Haag FM 92.0. We gaan nu verder met Mediamix en in het kader van 100 jaar radio praten we vanavond met Kees Toering. Welkom, Kees. Dankjewel, Wim. Waar kennen we jou eigenlijk van? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk van de radio, vooral. Ik heb natuurlijk allerlei dingen gedaan op radiogebied, jaar of 35 lang. Begonnen bij de regionale omroep in Groningen, Wereldomroep, VARA Radio. En vervolgens ben ik gaan coördineren zenders bij de NOS, eerst en later nu bij de NPO. Ja, want je hebt bijvoorbeeld, je was bijvoorbeeld netmanager bij Radio 2. Ja, en, ik was zendermanager bij Radio 2 en later ook zendermanager van Radio 5, Radio 5 Nostalgia, hebben we dat toen genoemd. En ja, op basis daarvan heb ik natuurlijk allerlei dingen in gang kunnen zetten als aanvoerder van de troepen. Zoals de themaweken op Radio 2, later op Radio 5 en niet te vergeten de top 2000. Ja, die top 2000 is nog steeds een succes, hè? Nou, sterker nog, ja, nog steeds. Het wordt, lijkt wel, een steeds groter succes. Ik zag deze week, afgelopen week zag ik de cijfers, de marktaandelen, de luistercijfers. En ja, dat is weer opnieuw een record na 20 jaar, bijna 20 jaar. Dat is ongelooflijk. Kijk, dat het een succes was, wisten we al. Dat is al een hele tijd zo. Maar dat het nog steeds groeit, dat is echt ongelooflijk. Weet je nog eigenlijk in die tijd, dat was dus 19 jaar geleden, hoe jullie op dit idee gekomen zijn? Ja, nou, kijk, op een idee komen is eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb het al vaak verteld, maar nog wel een keertje doen. Ik werd een keer wakker s'nachts. En ik lag wat te malen, wat iedereen wel eens heeft. En wat toen ergens speelde, in begin 1999, was dat iedereen bezig was om te kijken om iets bijzonders te doen. Om de overgang van de ene eeuw naar de andere, het ene decennium zelfs naar het andere, om dat op een of andere manier groot neer te zetten. Iets voor te bedenken. En wij hadden nog niks. En ik opeens dacht ik van, goh, het is eigenlijk heel voor de hand liggend om daar een top 2000, 2000 liedjes over te hevelen van de ene eeuw, de ene decennium naar het andere. En daar ben ik de volgende dag mee de boer op gegaan bij een aantal collega's om het dus even te testen. Ik had zelf een goed gevoel erover. En zij reageerden ook in eerste instantie ontzettend enthousiast. En zo is het eigenlijk begonnen. Dat was eigenlijk heel snel bedacht. Maar ja, dat is nog iets anders dan dat je het heel snel voor elkaar krijgt. Ja, en inderdaad is het zo'n groot succes dat ook andere commerciële radiostations eigenlijk jouw idee hebben overgenomen. Hè? Ja, iedereen. En in het begin dachten we, de eerste jaren dachten we, oh, dat is vervelend. Dat is concurrerend en lastig. Maar het heeft heel anders gewerkt. Het waren al die lijsten, die werden dus voor de top 2000 uitgezonden, geprogrammeerd. En het kondigde eigenlijk alleen maar, aan dat de enige echte lijst, die van Radio 2, dat die eraan ging komen. Ja, het werkte een soort als een toewerken naar een hoogtepunt. Ja, het is een soort reclame voor de top 2000. Zo is het eigenlijk wel gegaan. Het is wel komisch wel. Ja, ja, ja. En volgend jaar is het dus het, of eind dit jaar is het dus de 20ste top 2000, hoor je? Nee, dat was afgelopen jaar. Oh, dat is afgelopen jaar, oké. Ja, dat was de 20ste keer. Kijk, het is in 1999 begonnen. Oh, dus ja. Als je dan op je vingers natelt
hoe dat dan zit, want dat moet ik zelf doen. Dus nu en dan is het wat verwarrend, maar je komt dan uit op dit jaar, eind van dit jaar, op de 21ste keer. Maar het is 20 jaar. Jij zei dat je de laatste jaren bezig was met een coördinerende taak. Doe je geen radio meer zelf? Nee, ik heb eigenlijk al vrij snel, toen ik in Hilversum was, ik heb nog jaren bij de Wereldomroep ook zelf programma's gemaakt, als je dat tenminste bedoelt. En toen ik naar de VARA ging en daar leiding ging geven aan de Radio 2-programma's, toen heb ik besloten om daar helemaal zelf niet meer mee door te gaan. Er waren mensen die daar veel beter in waren dan ik. En ik vond het ook niet lekker combineren, leiding geven en zelf programma's maken. Dus daar ben ik toen helemaal mee gestopt. En ik ben me helemaal eigenlijk toegelegen op het managen, het leidinggevende aan programma's en zenders. Je luistert naar Mediamix hier op Den Haag FM 92.0. Er is geen nieuws wat betreft de explosie in de Jan van der Heijdenstraat. Dus we gaan verder met ons programma en met het interview met Kees Toering. We praten met Kees Toering. En Kees is projectcoördinator en initiatiefnemer van een stichting die alles te maken heeft met 100 jaar radio. Wanneer ben je begonnen met die stichting? Ja, ik ben al een tijdje geleden, al een paar jaar geleden, al een keer benaderd van Kees, je weet dat er 100 jaar radio aankomt. Dat gaan we vieren met z'n allen, dat moeten we vieren. Zou jij die karres willen trekken als het gaat om het organiseren van festiviteiten, van activiteiten, producties? En daar ben ik mee begonnen en daarvoor is ook een stichting in het leven geroepen. En die hebben wij eigenlijk in het najaar, afgelopen najaar, daar formeel benoemd tot projectcoördinator. Dus ik coördineer zeg maar allerlei activiteiten die op stapel staan dit jaar met betrekking tot de viering van het jubileum van de radio. En dat hebben we genoemd Forever Radio. Engelse term, ja, maar wel een term die zegt dat het niet alleen maar terugkijken wordt, niet alleen maar naar het verleden teruggaan, maar ook dat we duidelijk laten merken dat de radio springlevend is en dat die ook nog een hele goede toekomst heeft. Wat is het doel precies van deze stichting? Nou kijk, we willen natuurlijk zorgen dat dit jaar er zoveel mogelijk aandacht is voor de radio. Het medium radio ligt wel eens een beetje in de schaduw van tv en ook zeker van tegenwoordig internet en sociale media. Maar radio is nog steeds een waanzinnig belangrijk medium. Elke week luisteren in Nederland tussen de 12,5 miljoen en 13 miljoen mensen wel naar de radio. Dat zijn ongelooflijke aantallen. En we willen daar aandacht voor vragen in die zin dat duidelijk maken dat de radio nog steeds springlevend is. En nogmaals vertrouwen hebben in dat het ook voorlopig zo blijft. Die stichting Forever Radio is niet een stichting die zelf allerlei dingen gaat organiseren. Klopt. Jullie hebben een soort verbindingstaak, hè? Ja. Ja, ik noem mezelf wel eens verbindingsofficier. Ik krijg zoveel mogelijk informatie en ik haal zoveel mogelijk informatie op. Ik inventariseer zeg maar alle ideeën en plannen die er zijn. En dat varieert van boeken naar programma's uiteraard op radio en televisie, congressen, exposities. Dat zijn allemaal dingen die nu al in de maak zijn. Sommige zijn al aan de gang. En ik probeer daar enige leiding aan te brengen. En ik probeer mensen en partijen zo nu en dan met elkaar in contact te brengen. Omdat je soms door samenwerking ook een heel krachtig podium neerzet om die radio ook nog meer naar voren te halen. En jullie verzamelen al die informatie en die activiteiten in een soort nieuwsbrief. Voor wie is die nieuwsbrief dan bestemd? Nou, we zijn begonnen inderdaad met een nieuwsbrief die eigenlijk voor alle partijen is. Dat zijn er een hele hoop. Zowel bij de omroepen en de zenders als bij allerlei buitenpartijen. ANWB, BUMA, NOC, NSF, de gemeente Hilversum, Den Haag. Het zijn allemaal partijen die meepraten en ideeën hebben. En die wil ik natuurlijk sowieso informeren met wat er allemaal is, wat er aankomt en wat de ontwikkelingen zijn. En het is dus eigenlijk niet voor het grote publiek bestemd? Nee, deze is bedoeld voor intern gebruik, zeg maar, om van elkaar te weten waar we met z'n allen mee bezig zijn. Maar we gaan zeg maar de informatie die eigenlijk, de informatie die ook in de nieuwsbrief staat, willen we ook gaan delen middels een website. Daar wordt nu aan gewerkt. Zodat iedereen die op een of andere manier in contact komt met Forever Radio, die wat hoort erover, die wat ziet erover, dat die kan opzoeken wat er allemaal op stapel staat, wat er allemaal aankomt. Ja, en wat wordt het websiteadres? Dat wordt www.foreverradio.nl.
Oké, en dat komt binnenkort online. En dan kan dus iedereen zien wat de activiteiten zijn die dit jaar allemaal gaan plaatsvinden. Ja, precies. En wat de bedoeling is, welke partijen eraan aan meewerken, wie het zal zijn. Zo niet onbelangrijk. Dus je krijgt echt wel informatie die heel basic is. Noem het maar eenvoudig. De partijen die allerlei dingen doen, zoals de omroepen, ANWB, wat ze ook bedenken. Die hebben nu zelf hele goede grote kanalen om duidelijk te maken wat er allemaal door ze gedaan wordt. Wat is eigenlijk de rol van de commerciële radiostations binnen de viering van 100 jaar radio? Op dit moment is eigenlijk de enige commerciële zender die erbij is, is Business News Radio. En dat heeft ermee te maken dat waar aan het begin, een jaar geleden ongeveer, de commerciële partijen zeiden, wij willen gewoon met z'n allen, samen met het publieke, dit gaan doen. Hebben de commerciële op een gegeven moment gezegd, wij willen daar nog even mee wachten. Wij vinden pas ergens in het najaar, wanneer de echte jubileumdatum is, 6 november, dan wordt het voor ons pas interessant om in te stappen. Nou, dat heeft ons niet weerhouden om toch gewoon te beginnen met een hele hoop partijen, ik noemde er een paar. En we gaan het gewoon eerst maar eens even op deze manier doen. Dus ik hoop en ik ga ervan uit dat ze nog aansluiten. Ja, ze kijken een beetje de kat uit de boom. Ja, zou je kunnen zeggen. Ja, want er zijn al heel wat activiteiten. Er zijn natuurlijk al enkele activiteiten geweest. Zo was er een radio-uitzending vanuit het voormalige woonhuis van Itzerda. Ja, in Den Haag. Precies, daar heb ik zelf ook aandacht aan besteed. Omdat wij natuurlijk ook in Den Haag zitten met ons programma Den Haag FM. En dan is er World Radio Day in februari. Ja, 13 februari, klopt. Precies. De belangrijkste evenementen en activiteiten zijn natuurlijk in november. Ja, het meeste richt zich op het najaar van dit jaar. En uitmondend in een, denk ik toch wel een soort apotheose op die 6 november. Dat is logisch, dat is echt de datum. Wat ik probeer, is ook allerlei dingen nu al in te zetten en te gaan doen, omdat je daarmee toewerkt naar die datum. Dus vandaar dat er bijvoorbeeld, er is al een boek verschenen, een heel mooi boek over 100 jaar radio door Jan Westerhoff. Er worden al programma's gemaakt. Radio 5 wordt er wekelijks aandacht aan besteed. Er zijn ook lokale zenders en een aantal regionale zenders die bezig zijn. Er is een podcast van Vincent Bijlo op Radio 1. Dus er is al van alles gaande. En dat loopt het hele jaar, als het goed is, loopt het hele jaar door. Denk je nou dat dit leeft binnen de luisteraars en binnen het publiek 100 jaar radio? Nou, kijk, dat is met dit soort dingen. Mensen weten het niet, hè. Die hebben helemaal niet stilgestaan bij het feit dat die radio 100 jaar bestaat. Radio is er gewoon. En radio was er ook altijd. Maar nu gaan we het vertellen dat dit heugelijke feit er is. En wij merken nu aan de reacties al dat het enorm leeft bij mensen die, die verstokt zijn en aan de radio en dat medium een heel warm hart toedragen. Dus ja, dat moet allemaal een beetje opgepookt worden natuurlijk. Dat mensen zich realiseren dat het een heel mooie radiojaar gaat worden. En die Stichting Forever Radio die zorgt voor dat opstoken, dat alles een beetje precies, gecoördineerd is. Ja, precies. Dat aan te moedigen en dingen te initiëren, mensen enthousiast te maken en vervolgens een hele hoop dingen laten gebeuren. Kijk, iedereen die daaraan meedoet, moet voor zichzelf de dingen bedenken en zo mooi mogelijk proberen te maken. Wat ik doe eigenlijk in de stichting is dat allemaal faciliteren en mensen enthousiasmeren. Ja. En elkaar verbinden, zeg maar. 100% Mediamix met Wim Sonderland. We praten in Mediamix met Kees Toering over de Stichting Forever Radio. En vanwege 100 jaar radio vragen we natuurlijk ook aan Kees, hoe zie jij de toekomst van de radio? Dat is een hele mooie vraag. Het is een vraag die wat moeilijk te beantwoorden is. Denk ik je meer moet beantwoorden van de vraag moet stellen, zie jij de toekomst van de radio? Nou, dat zei ik al, dat zie ik zeker. En mijn collega's ook. En waarom? Omdat radio een dusdanig uniek karakter heeft, vergeleken met het beeld van de tv en internet. Het is een intiem medium. Je kunt er bij wegdromen, eigen beelden maken. Dus in die zin is het een heel speciaal medium wat al lang bestaat en ook allerlei moeilijke tijden heeft weten te overleven. Hè, toen de televisie kwam, zei iedereen, die radio die gaat er nu aan.
Dat zeiden ze ook toen internet kwam. Maar ondertussen blijft dat medium, dat intieme medium, blijft overeind. En dan de vraag is dan vooral, hoe doe je dat? Nou, dat doe je. Dat zijn de voorwaarden, en dat hebben ze ook steeds gedaan bij de radio, om heel veel innoverend bezig te zijn. Je moet steeds weer die dingen bedenken. Hè. Denk aan dat op een gegeven moment de transistorradio is ontstaan. Vervolgens is er op allerlei manieren is er via andere distributie is er radio gemaakt. En dat moet doorgaan, en dat gaat ook door, want bijvoorbeeld de podcast van nu is natuurlijk al heel lang geleden bedacht. Maar het begint nu pas een keertje echt hoge ogen te gooien. Nou is het zo, waar ik me toch wel afvraag, radio. Wat is eigenlijk de definitie van radio? Moet je radio per se via de ether hebben? Nee, dat denk ik niet. Je kunt dat natuurlijk, gebeurt ook al natuurlijk op allerlei manieren, dat het ook andere distributievormen kent. De radio is eigenlijk, wat mij betreft, het geluid wat ergens uitkomt en wat je kunt horen, waar dan ook, met welk apparaat dan ook. Dus dat maakt het ook zo mooi. Het is wat dat betreft een heel makkelijk medium. Je kunt het meenemen in je broekzak, als het ware. En dat gebeurt ook. Maar als bijvoorbeeld jongeren luisteren naar Spotify, noem je dat dan ook radio? Nou kijk, dat is een grappige vraag die je stelt. Mijn stelling is, noem Spotify radio en je hebt vervolgens alle jongeren bereikt met radio. Ja. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat is toch raar. Nou ja, kijk, 25, 30 jaar geleden was het een beetje hetzelfde met Sky Radio. Daarvan zeiden de echte ouderwetse radiomensen zeiden van, ah, dat is geen radio, dat is de jukebox. Nou ja, the rest is history. Het is gebleken dat mensen dit als radio beschouwen. En het werd een groot succes. En ik denk dat dat op die manier ook kan gebeuren met Spotify. Want er wordt veel en veel meer door jongeren geluisterd dan vroeger. Overal waar je loopt zie je jongeren naar iets luisteren. Met oordopjes in enzovoort. Dus laat ik zeggen, het luisteren is heel populair. Maar ze luisteren niet veel meer naar die ouderwetse radiotoestellen. Nou, als je dat dan op een andere definitie gooit, dan heb je opeens jongeren aan boord. Dit is een beetje provocerend allemaal. Maar, nou ja, er zit weer iets in, denk ik. En je zou dus de definitie van radio wat moeten verbreden. Want juist. Dan valt bijvoorbeeld podcast er ook onder. Ja, zeker. En het on-demand terugluisteren, wat vaak mensen doen tegenwoordig, valt er ook onder. Zeker. Ja. Dat bedoel ik inderdaad ook met dat je natuurlijk slim moet zijn en voor de troepen moet aanlopen en dingen moet bedenken die inspelen op de behoeftes van een nieuwe generatie. En ja, als je dat doet, en dat heeft radio ook altijd gedaan, dan blijf je met je unique selling point, intimiteit, persoonlijk, dichtbij, ga zo maar door, dan blijf je overeind. Dus over 5 jaar ben je nog steeds bezig met het medium radio? Oef, dat is dan weer de allermoeilijkste vraag. dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Kijk, die nieuwe generatie moet ook verder nu echt zijn gang gaan. En ik heb het 35, bijna 40 jaar nu gedaan. Ik blijf absoluut wel met radio bezig, dat heb je wel gelijk in. Maar op welke manier, I don't know. In ieder geval op dit moment en dit hele jaar vieren we 100 jaar radio. Ja. Onder andere met de stichting Forever Radio. En die is ook te bereiken via de website foreverradio.nl. Binnenkort. In Mediamix gaan we nu naar Kees. Het medianieuws op Den Haag FM met Kees Roken. Goedenavond, welkom bij het medianieuws met vanavond de navolgende onderwerpen. De Brexit leidt mogelijk tot een vertrek van de BBC uit Engeland. Fotojournalisten voeren actie en Pulp en Junk nieuwswebsites scoren veel beter dan reguliere nieuwsmerken. Eerst de Brexit. Diverse multinationals hebben al aangegeven dat ze Groot-Brittannië de rug toekeren na een no-deal Brexit. En nu lijkt ook de Britse publieke omroep, de BBC, te kijken naar andere uitvalsbasis. Wil de BBC zijn internationale kanalen zoals BBC World, BBC Entertainment, BBC First en BBC Earth in de lucht houden na een no-deal Brexit? Dan zal ze in Europa een licentie moeten aanvragen en dat kan alleen maar op het vasteland. De BBC zou Brussel overwegen als locatie voor een nieuwe Europese basis. De Belgische premier Charles Michel heeft dat naar eigen zeggen in het Zwitserse Davos besproken met de algemeen directeur van de BBC, Tony Hall, aldus de Britse krant The Guardian. De BBC zou ook nog kijken naar Nederland of Ierland als potentiële basis.
€15. Dat mocht fotojournalist Richard Wareham vorig jaar in rekening brengen voor een van zijn foto's die werd verkocht via een fotobureau. De betreffende plaat sierde de voorpagina van The Lancet, een medisch tijdschrift in Groot-Brittannië. Het gaat van kwaad tot erger, zegt hij. Redacties gaan vaak voor zo goedkoop mogelijk, waar het betreft de prijs van beeld. Ik vergelijk het altijd met shoppen bij de Primark. Als je daar kleding koopt, is het lekker goedkoop, maar weet je ook dat er waarschijnlijk iemand voor is uitgebuit. En dat is in de fotojournalistiek precies zo. Volgens Wareham is een kantelpunt bereikt. Daarom demonstreerde hij vrijdag in Den Haag voor betere fototarieven. En hij was niet de enige van de circa 200 fotojournalisten die zich bij het NVF hadden aangemeld voor de actie, kwamen er ondanks het slechte weer 175 opdagen. In de rest van het land legden in totaal 500 fotojournalisten vrijdag het werk neer. Fotoloze vrijdag. Ze leverden geen foto's aan media. De beeldmakers willen dat tarieven voor online foto's gelijkgesteld worden met die van print, dat beeldmakers meer zeggenschap krijgen over auteursrecht en dat er inflatiecorrectie wordt doorgevoerd op hun tarieven. Pulp- en junknieuwswebsites scoren veel beter dan reguliere nieuwsmerken als De Telegraaf, NOS en Nu.nl of RTL Nieuws. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwscheckers dat in samenwerking met het Leiden Institute of Advanced Computer Science is uitgevoerd. Beide instellingen zijn onderdeel van de Universiteit van Leiden. Pult en jeugdnieuws zijn berichten van lage journalistieke kwaliteit. Daarbij wordt voor het maken van artikelen geen eigen onderzoek gedaan. Vindt geen controle op feiten plaats, wordt veelal geproduceerd door onbekende mediamerken die dit plegen met sensationele inhoud en met gebruik van clickbait-koppen. Clickbait-koppen, dat zijn veelal misleidende en veelal sensationele titels om een muisklik op een link te bewerkstelligen, als ware het een lokaas. De onderzoekers die maken onderscheid tussen nepnieuws en pulpnieuws. Waar nepnieuws doelbewust foutief nieuws voor een veelal politiek en soms commercieel doel bevat, gaat pulpnieuws meer om de sensatie-effecten. Pulpnieuws kan wel nepnieuws omvatten over spectaculaire, niet bestaande situaties. Tussen begin 2013 tot eind 2017 zijn 117.000 Facebook-nieuwsberichten aangetroffen via datamining. Pulpnieuwsmerken als Ongelofelijk heeft 1 miljoen likes, Trendnieuws bijna 920.000. Vergeleken daarmee heeft RTL Nieuws er 660.000, NuNL 600.000 en NOS 780.000. Dat is nog steeds minder dan die 1 miljoen van Ongelofelijk. Via Facebook proberen pulpnieuwswebsites traffic te genereren, omdat ze daarmee omzet via reclame genereren. Inmiddels worden er 6.000 pulpnieuwsposts per maand gegenereerd en in 2013 waren dat er nog 2.000. Pulpnieuws haalt gemiddeld 429 likes, nieuwsmedia 363. Mensen delen en reageren met pulpnieuws meer dan twee keer zoveel als bij berichten uit reguliere nieuwsmedia. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Nieuwscheckers organiseerde de Universiteit van Leiden een symposium waar het rapport is bediscussieerd. Het gehele rapport is kosteloos te downloaden via de website van de Universiteit Leiden. Dankjewel Kees voor jouw bijdrage hier in Mediamix. Je luistert naar Mediamix op Den Haag FM 92.0. En hier in de studio houdt Marco voor ons het laatste nieuws bij rond de explosie van het huis in de Jan van der Heijdenstraat. Heb je nog het laatste nieuws, Marco? Ja, zeker wel, want het begint toch wel spannend te worden daar. Want de brandweer heeft wat schermen geplaatst, zeg maar, om het zicht wat weg te nemen voor onder andere Omroep West. Hè. Die filmt daar, die streamt daar live. En ze zijn volop het puin aan het weghalen met de hand. Dus er staan daar echt een heleboel hulpverleners die dat dan aan elkaar doorgeven. Hè, om daar toch wat puin weg te ruimen. En daar is nu ook een kraan bezig om daar weer wat grote stukken weg te halen. Dus ik denk dat dat toch wel... Ze komen eigenlijk steeds dichterbij. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik denk dat we misschien dit uur nog wel wat kunnen verwachten. Nou, we houden het in ieder geval ook voor jou hier in de gaten op Den Haag FM in Mediamix. Mediamix. We gaan hier in de Mediamix naar de mediaagenda. En daarvoor is natuurlijk Marco in de studio. En
We hebben net Marco al gehoord rond het laatste nieuws. Ja, ik zit het driftig in de gaten te houden hier, Wim. We houden het in de gaten en als er nieuws is, dan hoor je dat hier nog voor 11. Ja. We gaan nu naar de mediaagenda en jij had wat dingetjes voor de komende week uitgezocht. Ja, zeker wel. Want er wordt ook gedanst aankomende week, Wim. Volop. Alle dansers of dansen Den Haag, die kan aankomende weken volop aan zijn trekken komen. Want vanaf afgelopen weekend eigenlijk al is het Kadans Festival gestart. Aha. En dat duurt nog tot en met 9 februari. En dat betekent toonaangevend en aanstormend choreografietalent van de Nederlandse dans. Die presenteert tussen 25 januari en 9 februari dus nieuwe voorstellingen en speciale festivalprojecten op diverse locaties in onze mooie stad. Juist. Nou, ruim 2 weken lang kun je volop genieten van vele dansvoorstellingen, fijne arrangementen, lezingen, workshops, boeiende ontmoetingen met dansmakers en nog veel meer. En Kadans Festival dat toont voor de 19e keer de actuele ontwikkeling in het rijke Nederlandse danslandschap. Met een programma dat niet minder dan 11 wereldpremières en 2 Nederlandse premières omvat. Nou, wil je precies weten wat dat dan allemaal is? Kijk dan op www.kadans.nl of via de sociale media van Facebook en Twitter. Oké, dankjewel. Hey, en ja, je weet ook wel, Den Haag dat heeft een heleboel expats. Dat huist een heleboel expats, want ja, die zijn onder andere werkzaam voor de vele internationale organisaties die we in onze stad hebben. En aankomende zondag is in het atrium, oftewel in het stadhuisgebouw. Ja, in het stadhuis. Inderdaad. Speciaal voor deze mensen een speciale dag. En die dag heette Feel at Home in the Heek. En View at Home in de Heek, dat is het grootste evenement voor expats in de dagen en omgeving. En een leuk dagje uit voor het hele gezin. Het is namelijk een ontmoetingsplek voor de expats en gelijkstemde mensen uit Den Haag om informatie en ervaringen uit te wisselen over wat zij meemaken en hoe ze zich thuis voelen in onze stad. Nou, ruim 4000 bezoekers die bestaan uit meer dan 100 nationaliteiten. En die kunnen dan die dag 150 diverse standhouders bezoeken. Nou, maak tijdens deze beurs kennis met een zeer groot aantal internationale culturele en allerlei andere organisaties die hun interesse in werk, school, sport of sociale gemeenschap delen met alle bezoekers. De beurs die begint zondag dus om 11:00 en eindigt rond 5:00. En wil je meer weten? Ze hebben ook een website en die vind je dan op www.feelathomeintheheek.com. Hele mond vol. Dus www.feelathomeintheheek.com. Juist. En dan kregen we nog een ingestuurd berichtje. Want we zijn natuurlijk Mediamix. Dus dan hebben we het ook nog wel eens over radiostations, hè? Inderdaad. Nou, er gaat inderdaad iets veranderen in de Haagse Eter. Want Radio Royaal die komt weer terug in en rond de Haagse regio. En die vervangt hiermee Radio Decibel. Nou, dat wist jij ook wel volgens mij toch? Ja, dat wist ik ook wel. Ja. Ja. Radio Royaal gaat in Den Haag uitzenden op 98.0 MHz. En is ook te beluisteren via DAB+. En op Radio Royaal hoor je het allerbeste uit Nederland. Met vooral de focus op de artiesten uit de Randstad. Dus het is toch allemaal een beetje lokale muziek dan. En daarbij horen natuurlijk de allerbeste hits van de afgelopen jaren. Nou, met dagelijks gepresenteerde programma's zoals de ochtendshow met Rick Waldman, de lunchshow met Stefan Brouw en de middagshow met Barry Brandt zorgt Radio Royaal voor de beste balans tussen muziek en entertainment. Nou, meer informatie dat vind je op www.radio royaal. Maar je moet gewoon eigenlijk ook hier op Den Haag FM blijven luisteren. Ja, dat vind ik zeker ook, naar Mediamix. Dat is heel wat belangrijk. Ja, ja. Dit is Mediamix. Met nieuws, informatie en muziek. Den Haag FM. En dan gaan we naar ADO in de media. En vandaag was natuurlijk even een uitstapje. De klassieker, hè? Ja, de klassieker was daar in de Rotterdamse Kuip. Hè? Ik heb nog even zitten kijken en zitten genieten, hoor. 6-2, ja, hè? Ik begreep. Dat kreeg die club uit 020 eventjes flink om zijn oren. Ja, dat was wel leuk. Hè? Dus daar werd even de arrogantie plat getrapt. En dat vond ik toch wel... Ja, dat kan ik altijd wel waarderen. Ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk sowieso wel een bijzonder stadion, hè? De Kuip. Echt altijd helemaal gevuld. Een gigantisch legioen. En die ging ook behoorlijk los. Ja, was wel een feestmomentje. Ging met ADO wat minder goed dit weekend? Ja, wat minder. Die pakte 1 puntje. Die speelde vrijdagavond al tegen NAC Breda. Een uitwedstrijd. En die speelde ze, of die eindigde eigenlijk in 1-1. ADO die kwam eerst voor door een doelpunt van Lorenzen. Maar die konden dat toch niet vasthouden. Want een oud-speler van ADO, meneer Castaneer, die maakte 1-1. Dus, ik zag op social media dat het inderdaad begon erg veelbelovend, die wedstrijd. Ja, want NAC die speelde helemaal niet goed. En die liet het eigenlijk een beetje liggen. ADO die walste eroverheen.
Maar daar is blijkbaar wat in de thee gedaan of zo in de tweede helft. Of tijdens de rust. Want dat keerde volledig, joh. Nee, het is ineens dat NAC, die vond het spel. En ADO, die... Hebben ze GHB in de thee gedaan? Ik weet niet wat er gebeurde. Of een soort slaapmiddel, joh. Want het was echt... iedereen was er een beetje de weg kwijt bij ADO. Want het ging absoluut niet goed. Dus ja, dat is toch niet zo heel erg leuk. Nee, maar één puntje, hè? Ja, één puntje. Hey, nog een ander dingetje wat er van de week te lezen viel. Want Alfons Groenendijk, de trainer van ADO Den Haag, die dacht een nieuwe trainingstactiek te kunnen gebruiken bij ADO. En dat wilde hij doen door de beelden van een drone te gebruiken. Dus het trainingsveld vanaf boven te bekijken. Ja. Zodat hij dan goed de opstelling van de spelers kon zien en de afstanden daartussen. Maar daar was het vliegveld Rotterdam, die Hague Airport, niet zo blij mee. Want het blijkt dat ADO Den Haag, of het ADO Den Haag stadion, het Carsjean stadion, dat valt precies in de no-fly zone die wordt gehanteerd rond een vliegveld. Krijgen er geen toestemming voor. Ja, nee. Maar die drone gaat het stadion toch niet uit, lijkt mij, Marco. Nee, maar die vliegt wel boven dat stadion. Ja, oké. Ja, dan begrijp ik. En om dan goed zicht te krijgen, dan moet hij toch op een bepaalde hoogte precies. Vliegen. En dat schijnt niet toegestaan te zijn. Die regels zijn behoorlijk aangescherpt natuurlijk de laatste jaren. Ja. Dus helaas, Alfons die moet wat anders verzinnen. Ja. Nou ja, ADO die speelt zondag weer tegen Heracles Almelo. Een thuiswedstrijd. En ze staan nu 13 dus. Dus ik vind dat toch wel een beetje zorgelijk, hoor, de 13e plaats. Dat stemt me niet gerust. Nee, dat gaat niet lekker. Dus ik vind dat ze die wedstrijd wel moeten winnen eigenlijk aankomende zondag. Ja. Goed, aankomende zondag dus Heracles Almelo tegen ADO. En dat is een thuiswedstrijd inderdaad. Ja. Ik zit trouwens nog steeds te kijken, Wim. De graafmachine is nog steeds bezig. Er wordt nog steeds puin geruimd. Dus, hij is nog niet bevrijd. Nee, maar ik heb toch wel het idee dat ze redelijk dicht in de buurt komen nu. Nou ja, in ieder geval kunnen we wel even vertellen dat als je toch op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in de Jan van der Heijdenstraat hier in Den Haag, dan kun je het beste eigenlijk even gaan naar de website van omroepwest.nl. Daar is een live blog en daar houden ze je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En laten we hopen dat die jongeman van 28 jaar die nog in het puin, onder het puin ligt, toch wel zo snel mogelijk dat lijkt mij wel, ja, wordt bevrijd. Want absoluut. Is voor alle partijen het allerbeste. Is ook een livestream te zien trouwens, hè? Dus de echte live beelden kan je volgen. Ja, hier op Den Haag FM krijg je straks natuurlijk Radio Tonka met Haagse Underground Radio met Faida. Misschien als zij ook nog even aandacht besteedt aan het gebeuren in de Jan van der Heijdenstraat, dat weet ik niet. Morgenochtend Haagse Ochtendradio met Justin Verkijk. En Mediamix is er volgende week zondag weer om 10:00 s'avonds hier op Den Haag FM. Zeker. En dan gaan we het hebben over wetenschapscommunicatie. We gaan nog een plaatje draaien voordat we gaan overschakelen naar Radio Tonka. En dat plaatje, dat is Massive Attack. Hoe is die titel? Unfinished Sympathy. Unfinished Sympathy. Een nummer uit 1991. En het is van het album Blue Lines. En aanstaande vrijdag geeft Massive Attack een concert in AFAS Live. Voorheen de Heineken Music Hall in Amsterdam. En deze groep komt uit Bristol, Engeland. En ze zijn actief sinds 1988. Dank voor het luisteren naar Mediamix. Je kan ons nog volgen op de website mediamixonline.nl. Daar kan je de programma's terugluisteren. En ons e-mailadres is studio@mediamixonline.nl. Tot volgende week. Doei. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.